Hallo kijkers van Shine Sprouts, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Colosseum, Grand Colosseum om precies te zijn, met Nando. Lekkering. The Master of Colosseums himself. Zeg dat wel, zeg dat wel. Er staat wel iemand boven mij in de Any% Colosseum, die Nederlander. Een Nederlander? Maat, dus ik zit gewoon niet eens met de beste Nederlandse speedrunner hier. Ja, maar oké, kijk. We gaan even kijken naar hoeveel positie die guy staat, hè. En dan staat hij nu niet meer in de lijst, lol. Oké, hij heet Mr. Swansig. Hij staat 26ste. Ik sta 31ste. En het is een verschil van 10 minuutjes. Die Hunter moet ze echt... Die Hunter is wel heen. Nou, ik had gelijk gefocust op die Hunter in die battle. Dat heb ik ook gedaan, maar Hunter is als eerst en die one-hit Coyote. Ja, dat is dan weer wat minder. Trouwens, Mr. Swansig heeft alleen maar any% gedaan. En ik heb bijna alle categorieën gedaan. Ik heb alleen Allsnakes volgens mij niet gedaan. Nee. Ach ja. Kijk, dit was spannende battling. Nu komt die Nidoqueen of King. Koninkie. Nidoqueen. Koning der Nido's komt eerst. Koning Nido. Als het goed is heb ik nu net extra sensory geleerd. Zou ik Shadow Rush of Sky Uppercut tegen Nidoking doen? Ik zou Shadow Rush, want Nidoking resist fighting. Oh ja. Oh, je hebt extra sensory, nice. Hyper Mode is niet zo nice. Sinchu Bingo! Maar je ziet het zo, hè? Combusken is niet goed tegen Nido's. Dat is waar. Maar geen enkele van mijn Pokémon is goed tegen Nido's. Nou, Espeon misschien. Maar die is ook nog wel... Die resist in ieder geval... Of nou ja, Smart Strike is normal effective. Rock Smash resist die. Dit is wat minder, met de defense drop, maar... Wie had je die gedaan? Oh, op de Hunter. Ja, ik denk dat dat wel het handigste was. Oké. Nou, nu alleen nog Nidoqueen. En Nidoking. En Nidoking. Confusion op die hap. Ik denk Nidoking. Nee, ik zou denk focussen op Nidoking. Ja. Dat je in ieder geval eentje neerhaalt. Precies. Die gaat voor Skull Bash. Dan hoop ik dat Espeon overleeft. Nee, natuurlijk niet. Daar is het een Espeon voor. Nou ja, aan de andere kant, Noctowl die finisht nu die Nidoking. Dus dat is wel fijn. En je hebt Umbreon met Crunch. Dus dat doet al wel wat meer crunch, damage dan Bite. Ja. Alleen die kan niet meer flinchen, dat is wel een probleem. Ja, dat alleen is dan wel weer wel weer. Laten vellen, toch? Ja, volgens mij gaat de defense naar wordt gedropt dan. Ja. Ja. Dit is dan wel weer wat minder. Flavie. Ja, Shadow Rush. Ik denk dat het enige is wat je het beste kan doen. Niet poisonen. Dit red je wel. Ik denk dat dit redelijk wat doet. Nee. Nou. Dan zit de defense spel niet eens. Maar goed, het is 2 tegen 1. Dat is waar. Dus ik denk dan... Ach. Nou, ik zou hetzelfde blijven doen.
Sandtomb, maat. Oh, ik moet even open doen. Twee tellen. Ik word hier zwaar hard genaaid door de Sandtomb. Oké, okay, defense fell, dat is positief. Ugh. Nou, misschien heb ik hem gehaald, man. Nice, 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 nice. Dat was de Queenie. Lagering, zouden ze ook wel eens zeggen. You're some kind of strong. Ik ben zeker some kind of strong. Ik ben de overwinnaring. Ook wel Pokémon Master genoemd. Het is je gelukt, ding. Zekering. Lagering. Oké. Okay. Nou. Je kan Espeon weer in de box droppen. Die heb je niet meer nodig. Ah, ik heb een deposit. Ik heb gelijk even een flesje cola gepakt. Pepsi. Moet natuurlijk wel een beetje drinken. Precies. Ja. Kijk, hartstikke idee. Goed, waar gaan we nu heen? Het lijkt we gaan naar buiten, want we gaan dat vreemde gebouw in waar Mirror B zich in bevindt. Oh ja, dat stukje is zo lang, of moeten we nog niet naar boven? Jawel. Ah, dat is, dus we mogen nog fucking lang geen purifyen, of wel? Ja, dat duurt nog fucking lang. Maat. Ik dacht dat dat stuk veel later was pas dat je hierboven in die tunnel inging. Nee, we gaan gelijk al de geheime tunnel in. Maar we moeten eerst nog door het hele gebouw lopen. Leuk. Dus we hebben hier nog een Shadow Pokémon die we kunnen vangen. En dan zijn het alleen nog maar gewone trainers tot aan dat we boven zijn. Oké. Okay. Dit is een Shadow Pokémon trainer. Ja. En normaal gesproken normaal is het de Masquerain, toch? Nee, normaal gesproken is het Yamma. Oh. Nu ook? Kan best wel zo zijn. Dat weet ik niet. Oh, dat zijn normale bugs. Ah. Mooi, het doet wel mooi damage. Bubble. Ja. Ja, toch? Als Surskit was het een water bug type, maar nu is het een bug flying. Of hij heeft het aangepast naar water bug. Dat kan. Dat zou zomaar eens kunnen. Maar het deed niet zoveel damage, dus ik denk niet dat Masquerade... Ja, maar Bubble is wel een slechte aanvaller. Ja, dat ook. Dat ook. En? Het deed neutral, dus... Ja, dan heb je gelijk waarschijnlijk. Ja. Lekker, Milani. Ik ben gewoon ahead of the game. Woep woep. Dik. Dat was pijnlijk. Dat was inderdaad wel een beetje pijnlijk. Oh, ik ren nog heel eventjes één keertje naar beneden om de fles weer in de koelkast te zetten. Haha, dat is goed. Ja. Bubble, maat. Leave me alone. Leave Britney alone. Fuck, irritant. Oké, dat is klaar. Dan moet ik ook weer even een beetje verder spelen, denk ik. Doet niks. Allebei in hypermode, maat.
Op een gegeven moment begint het wel een beetje irritant te worden. Wat gaan ze allebei kalen, denk ik. Niets te verliezen, toch? Precies. Hier, hij is meteen helemaal fully gepurified. Hoppa. Niet dat ik hem zo ga gebruiken, maar... Curlia wel. Curlia wordt de MVP in mijn team. Hij wordt zeker de MVP. Gololo Nightingale. Je hebt wel twee fairy types in je team, dat wel. Ja, weet ik, maar dan Mist Reavers gaat sowieso niet het einde halen. Ah, oké. Mist Reavers eruit voor Alola Ninetales. Precies. Fair. Die kut ninjas blijft elke keer diggen. Nou, het voordeel is wel dat als hij terugkomt van het diggen, dat je hem gelijk eigenlijk kan raken. Mm-hmm. Nu finish je de masquerade. Fortress. Oh! Zou dit hem kunnen zijn? Nee. Nee, dat was ook wel weer saai geweest als het Fortress was. Ik weet niet, ik vind Fortress wel eens een coole Pokémon ofzo. Ja, maar we konden die al in Colosseum ook. Echt? Ja. Oh ja, Pineco dan toch? Pineco was in XD, ja. Maar Fortress was in Colosseum. Oké. Maar goed, je ving die Fortress pas echt laat in de game. Mm-hmm. Veel boven. Mijn Grovyle is echt niet goed voor deze battle. Ik word zo mokerhard. Ik ben er ook bang voor, ja. Even kijken, ik ga met mijn streamers. Ik ga just met de speed boost. There it is. Oh, dan mag je die vangen. Die wil ik niet eens. Ja, ik ook niet willen. Nou ja, dan is Curlia dood. Let's go. De animatie van Crunch duurt wel lang. Ja, fucking lang. Holy shit. Zeker voor zo weinig damage. Dat werkt echt verkeerd. Maar gelukkig dat die Fortress kan niet zoveel, tenzij die self-destruct heeft. Ik vind hem niet saai, dude. Ja, dit. Aan het beeld weer. Dat is toch wel gek. Ja. Yeah. Ik dat doet. Oké, ze zijn nu min 2. Volgende hit kill je. En je twijfel over mogelijk. Een beetje irritant. Yup. Maar niet per se een grote threat. Nee, hij kan niet zoveel. Dat scheelt.
met mijn spikes. Wauw. Even kijken. Mijn kop gebruik dan espion hier. Nou, oh, eet jezelf maar een recoil. Klappen, nee! Thunderbolt, let's go! Thunderbolting. Dan is het exit voor Mist Fortress. Precies. Niet met Thunderbolt ook, maar. Auw. Ik stoot met Woody. Dit is toch echt niet normaal meer. Is het een Mark Evans? Want dit is niet normaal meer. Maar Flavie is nog wel helemaal klaar zo meteen. Ja, dat is wel nice. Dat is wel waar. Ik ben Rush en ik ben Hyper Mode, dus ik zou moeten critten. Maar Hypesting. Volgens mij heeft die Fortress gewoon protectie tegen de crittings. Ik denk het ook. En wat een loser boy. Wat een loser boy. Nou, en nu krijgen we dan het verhaal te horen van de Keem dat zijn plussel gekidnapt is. Of gepokenapt, zoals je dat kan noemen. En hij vraagt of jij hem wil helpen. Wajo. Ja, als ik nou nee zeg? Ja. En waarschijnlijk krijgen we weer plussel, zoals in normaal Colosseum. Als je die healing machine hier zo ziet, weet wel, je moet nog één trainer verslaan. Oh. Dat je toegang hebt. Jij bent zo'n slimpie. Ja, zeker. Dus dat moet ik eerst even doen, zeg maar. Ja, ik zou healen. He's not getting away. Oh ja, je moet op A drukken, want je kan niet op nee drukken, want het is weer hetzelfde. Giggle! Ik ga nu ook healing. Doe dat maar eens. Ja. Zekering. Ik zou deze game en XD heel graag op mijn Switch willen spelen. En dan gerevamped, of dat niet? Ja, of de originele. Ik denk als ze een versie op de Switch zouden zetten, dat dan de... Ik denk de originele op de GameCube emulator dinges van de NSO. Al wel... Ik denk ergens toch niet dat ze een GameCube emulator erop gaan gooien op de Switch. Nee, misschien op de nieuwe console. Ja, ik ben bang dat ze op de nieuwe console weer gaan beginnen met de NES. Nee. Ik bedoel, deze emulatoren die we nu op de Switch hebben staan, met uitzondering van de DS, mm-hmm, die hadden we ook op de Wii U. Ja. Ja, geen flikker heeft op de Wii U gespeeld. Dat klopt. Niemand. Behalve ik. Nobody. Nou ja, heel veel mensen niet. Maar... Ik heb hem ook allemaal. Ja. Maar wat is dan het excuus dat we het toch niet hebben allemaal? Want de Game Boy en Game Boy Color, dat duurde toch ook mega lang? Ja, klopt. Terwijl dat echt niet nodig was. Dat snap ik dan niet. Ach ja. You do be hating us. Ja, Nintendo haat ons. Echt allemaal. In Game Freak ook. Game Freak haat ons ook. Swallow, wat haat ons? Swallow is gone. Kiboomi. Swallow is gone. He cannot be for the first time. Dual Wingbeat.
Inderdaad. Wel leuk dat al die flying types die move hebben. Ja. En dan gaan we Mistreavus. Zadding. Zeer zadding. Moet ik kijken, die gaan we dan inzetten. Furret. Furret the furry Pokémon. Inderdaad. Wel body slam op de Pichoro. Het was de Pichoro. Dat was de Pichoro. Ja, bij mij was het Swallow. Too strong for me, ja, als je dat maar weet. Dat je dat maar weet. Is je geraden. Ja. Kijk, geparalyzed. En nog steeds kan dat ding Heatwave. Pichoro met Heatwave. Kijk, is Milan ook weer gesaved voor vandaag? Oh jezus, we zijn al 2,5 uur bezig. Zeker. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.